En je luistert naar Lansingerland FM Magazine. Tot 8 uur en tot 7 uur staan wij volledig in het teken van persvrijheid en vrije woord. Volgens de laatste cijfers zitten 199 journalisten wereldwijd in de gevangenis, waarvan 14 in Turkije. En 13 dagen geleden werd Ebru Umar opgepakt in Turkije omdat zij Erdogan zou hebben beledigd op Twitter. En ze heeft landarrest op dit moment en in het ergste geval dan kan ze worden vervolgd. En ook columnist voor Metro is Jan Dijkgraaf. Heeft veel contact ook met Ebru. En heeft daarnaast ook zelf soms het een en ander te verduren met zijn columns. Jan, goedenavond. Goedenavond. Je hebt veel contact met Ebru, hè? Ja, elke dag wel even, ja. Ja, hoe is het met haar? Ze is stoer, hè. Het is een vrouw met ballen, zeg maar. Maar kijk, de waarheid is natuurlijk dat het een bananenrepubliek is. Dus voor wat zij gedaan heeft. En wat ik ook gedaan heb en wat veel meer columnisten doen. Dan kan je daar gewoon 4 jaar de gevangenis in. Ja, ja. Dus als dat vooruitzicht er is, dan is dat niet prettig. Nou, sowieso landarrest. Dan kan je zeggen, het is daar mooi weer. En ze eet veel ijsjes, maar dat is natuurlijk ook voor een deel show. Ja. Want een land niet uit mogen. Een land waar je al heel je leven komt en waar je ouders ook een huis hebben. En oorspronkelijk vandaan komen, dat is op zijn Rotterdams gezegd gewoon kut. Ja. Betere bewoording zijn inderdaad niet. Nee. Heb je haar vandaag nog gesproken? We hebben contact via een soort WhatsApp, maar dan eentje die niet gekraakt kan worden. Oh, oké. Okay. Dus, ja, want het is nu ook, want naast die verschrikkelijke inbraak in haar huis, zijn ze ook continu bezig om haar laptops, Facebook en Twitter-accounts te kraken. Proberen ze, ja. Ja, kan daar iets aan gedaan worden door middel van dat de politie erachteraan gaat of zo? Is dat überhaupt mogelijk? Nee, kijk, op het moment dat je, het is op zich ook niet zo te kraken, maar waar het natuurlijk echt om gaat is dat de overheid, In dat land of in dit land, dat die je dingen kunnen lezen en kunnen afluisteren. Nou ja, in 99,99% zeker wordt zij afgeluisterd. Ja. En minimaal door één land, maar waarschijnlijk door twee landen. Dus daar gaat het meer om. Ja, sommige dingen wil je gewoon niet dat er wordt meegelezen. Maar met twee landen, dan hebben we het over Turkije en Nederland, of? Ja, tuurlijk. Ja. Het lijkt me, kijk, wat Rutte en Koenders, die doen best wel veel. Je kan ook zeggen, ze doen eigenlijk waanzinnig veel voor iemand die ook Turk staatsburger is, hè, want dat is er, ze heeft een dubbel paspoort. Ja. Maar uiteindelijk echt iets doen, dat zou zijn zorgen dat ze dat land uit mag. En dan maar zien of ze bij een rechtszaak teruggaat. Want je kan natuurlijk ook niet opkomen dagen, dan kom je gewoon dat land nooit meer in. Ja. Of word je opgepakt. Maar 13 dagen, het is gewoon morgen 2 weken. En, ja. En er komt door allerlei Neder-Turkjes die haar constant volgen en die ook de oude dingen die ze ooit geschreven heeft allemaal gaan opzoeken, komt er ongeveer elke dag een aanklacht bij. Mm-hmm. En in Turkije is het systeem zo dat elke aanklacht ook wordt onderzocht. En zolang je, althans zo ziet er nu naar uit, zij hoort gewoon niet wanneer ze het land uit mag. Omdat zij ook wel begrijpen dat als ze het land uit mag, dat niet zeker is dat ze terugkomt voor de rechtszaak. Nee, want gaat het nou echt om die tweetjes? Of moet zij, is er een ander doel? Moet zij gewoon symbool staan? Is het om bijvoorbeeld de onderhandelingen onder druk te zetten? Kijk, sowieso in dat soort landen gaat het niet om de reden, maar om de grootste bek en de sterkste spierballen. Ja, het is Erdogan laat al heel lang aan Europa, en in dit geval aan Nederland, zijn spierballen zien. En hij flikt gewoon alles. Ik bedoel, het heeft natuurlijk alles te maken met dat vluchtelingenakkoord. Hij eist 6 miljard en die krijgt hij. Hij eist visumvrij reizen en dat gaat hij krijgen van die slijmballen in Brussel en in Den Haag. Hij eist straks dat Turkije lid wordt van de EU. Hij ontslaat de premier en gaat hem vervangen door zijn schoonzoon. Ik bedoel, het is gewoon een pure dictatuur dat land en hij is een dictator. Dan is Ebru een makkelijk symbool. Kijk, wat een beetje laf is dat hij een vrouw pakt. Dus als je ballen hebt, dan pak je als kerel geen vrouwtje van 45. Dan pak je mannen. En nou, dat doet hij in Turkije trouwens ook veelvuldig. Ja. Want er zitten er 14 vast, maar er zijn nog over 2000 aangeklaagd. Het is gewoon machtsvertoon. En Nederland is een land van diplomatiek en van redelijk zijn en proberen te praten. Maar dat werkt bij zulke mensen niet. Je moet gewoon een hele grote bek hebben. En kijk, op het moment dat je Erdogan beledigt. Als ik Erdogan nu een dictator noem en ik ga naar Turkije op vakantie, wat ik dus nooit meer zal doen.
Maar dan kan ik ook daarvoor opgepakt worden. Want je mag die man geen dictator noemen. Nee. En er is altijd wel een NSB-Turk die mee zit te luisteren en die er aangeeft. Let je daar nou ook extra op als je bijvoorbeeld zelf op Twitter iets zegt? Of als je, je hebt je vaste rubriek 99 woorden elke dag in de metro. Ja. Let je dan zelf ook nu wat meer op je woorden? Nee, ik was hoofdredacteur van Metro toen Theo van Gogh werd vermoord. Degene op wiens plek Ebru de column een jaar later kreeg. Toen heb ik me voorgenomen van, ja, ga ik hier nou de rest van mijn leven rekening mee houden en ga ik buigen voor dat soort terreur? Of schrijf ik gewoon altijd op wat ik vind? Nou, ik schrijf altijd op wat ik vind. Ik denk wel altijd goed na. Maar als je nu zou zeggen, we gaan het er niet over die Neder-Turk schrijven of over Erdogan, dan doe je aan zelfcensuur en dan kan je wat mij betreft geen columnist meer zijn. Of moet je bij de Volkskrant gaan werken. Ik schrik er overigens wel van. Ik had zelf wat naslag gedaan. Ik zag ergens 2 jaar staan, maar je hebt het over 4 jaar gevangenisstraf, ja, dat mogelijk boven haar hoofd. Ja, hoe realistisch is dat? Heel realistisch. Want er zijn van de week nog 2 journalisten tot 2 jaar veroordeeld omdat ze een cartoon afdrukten van uit Charlie Hebdo. Dus niet eens een die ze zelf hadden laten maken, maar gewoon afgedrukt. De hoofdredacteur van die krant, die stond vandaag terecht wegens staatsondermijnende activiteiten. Ja. Daarmee bedoelen ze dat hij niet alleen onvriendelijk over de Koerden schrijft, hè, want meer is het ook niet, maar die hebben ze geprobeerd te vermoorden. 4 jaar is realistisch. Maar de vraag is natuurlijk in dat land ook of je de rechtszaal wel haalt. Of niet een of andere imbeciel die denkt dat hij voor Allah jou kop moet schieten. We hebben dat met Van Gogh gezien. Ja, Ebru kan zomaar de nieuwe Van Gogh zijn. Ja, en ik weet niet of dat bericht inmiddels ook, volgens mij had je er al iets over getwitterd. Dat werd eind van de middag bekendgemaakt dat een hoofdredacteur van de krant, moet ik hem even opzoeken hoe die krant heet, want het is niet een heel alledaagse naam, Cum Juriet. Het gaat over hoofdredacteur Kan Dündar, overleefde een aanslag, werd onder schot gehouden bij de rechtbank. Ik zag dan wel dat die meneer gelijk is opgepakt door de autoriteiten daar. Maar voor wat dat waard is. Het is totaal. Die komen misschien wel uit dezelfde koker. Nee, dat zou ik niet zeggen. De overheid, ik zeg niet dat de overheid daar mensen neerschiet. Want dan moet je wel bewijs van hebben voor je dat beweert. Maar in elk geval, ja. Er is, wat ik begreep, een andere journalist wel gewond bij geraakt. Maar het geeft gewoon aan wat voor land Turkije is. Het biedt niet veel hoop voor Ebru als hij ziet. Als hij naar de rechter moet, dan, en ze heeft die grote mond niet dichtgezet na de arrestatie. Dus elke tweet van haar zien ze weer. Dus als zij naar de rechter moet, dan zullen ze niet gaan voor een boete van €500. Mm-hmm. Maar dan zullen ze ook nog een keer die dikke Turkse middelvinger aan, in dit geval Nederland, willen laten zien. En dan gaat ze gewoon de cel in. Dat moet ten koste van alles worden voorkomen. En wij roepen. Ik heb in mijn metrocolumn gezegd. Ik ga elke dag haar naam noemen in mijn metrocolumn. Al duurt het een jaar. En in mijn briefjes op de Post Online hetzelfde. Want Nederland lijkt heel veel te doen. Maar het heeft er nou van geen enkele zin. Want ze zitten nog steeds. En we zijn morgen 2 weken verder. Dus het is voor de bühne heel veel diplomatiek verkeer. Maar het is waanzin dat Rutte niet even. Rutte belde met de premier en zijn ambtsgenoot. Nou, die wordt gewoon afgezet. Dus die heeft ook niks in de melk te brokkelen. Nederland moet gewoon zeggen tegen Angela Merkel, die hele deal over vluchtelingen met Turkije, die ga je nu even opschorten en dat meisje moet vrij. Dan toon je ballen en dat is de taal waar iemand als Erdogan wel gevoelig voor is. Maar zo zijn wij niet, we zijn te netjes. Ja. Hoe is het, aan de andere kant is dat ook wel weer een voordeel, dat we in Nederland erg netjes zijn. Want hoe is het gesteld met de persvrijheid? Hoe ervaar jij dat in Nederland? Ik heb ik voel geen enkele beperking. Maar dat komt ook omdat ik bij Metro zit en bij de Post Online. Dat zijn media die niet echt bij de mainstream media horen, zoals de Volkskrant en NRC. Maar de persvrijheid in Nederland die is gewoon die is op zich prima. Ik weet dat de jongens van Denk, die Erdogan-partij in de Tweede Kamer, die zouden het graag anders zien. Ja. Maar ik kan tot nu toe alles schrijven wat ik wil. Je moet wel binnen de wet blijven. De wet is vrij ruim in dit land. Je mag de Holocaust niet ontkennen. Als je dat doet, dan ben je sowieso mattenklap. Dan verdien je ook geen column. Maar verder mag je mag hier echt alles, hoor. Ik voel die beperking niet. Nee, maar waar ligt bij jou de grens? Want je zegt van je moet het wel binnen de grens houden. Waar ligt dan bij jou de grens?
Voor mij is dat heel simpel. Ik heb scheid aan de Raad voor Journalistiek. Dus voor mij is dat de rechter en die gozer die ik elke ochtend in de spiegel moet aankijken. Dat ben ik zelf. Ja. Dat is de grens. Dus als ik me niet schaam voor mezelf en als het mag binnen de wet, dan vind ik dat ik alles kan schrijven. En ik vind ook, sterker nog, je moet als columnist ook provoceren. Dus nu moet je elke dag Erdogan of een geitenneuker of een dictator noemen. Want als je dat niet doet, ja, dan ben je als columnist ben je aan het buigen. Als je helemaal dat pad inzet, van we moeten in dit land alles over die man kunnen zeggen. En dat kunnen we dus niet, hè. Als hij morgen in Nederland is en ik zeg dat hij een dictator is en hij dient een aanklacht in, dan ben ik op dat moment volgens artikel 118 van het wetboek van strafrecht, ben ik strafbaar. En kan ik in Nederland 2 jaar cel krijgen. Dus wij hebben ook nog dat artikel in de wet dat je een bevriend staatshoofd, als hij in Nederland is, niet mag beledigen. Ja. Daar zijn ze nu wel mee bezig, hè, om dat toch te gaan schrappen. Ja, ze zijn bezig, maar dat gaat in Nederland ook nooit zo snel. En het is ook een wetswijziging, dus het gaat ook wel even tijd kosten. Maar wij zouden dat niet doen, denken we dan, hè, met ons gezonde boerenverstand. Maar aan de andere kant, in Duitsland hebben ze precies hetzelfde artikel. En die Böhmermann, die tv-cabaretier, ja, die gaat gewoon in elk geval, moet hij de rechtgang in. Of hij veroordeeld wordt, is weer een andere vraag, maar die arm van Erdogan, die reikt tot in Duitsland, die reikt tot in Nederland. Nou, en al die Neder-Turkjes die nu zitten te NSB'en als je iets twittert of als je iets schrijft. Nou, heel simpel. Ik kwam graag in Turkije op vakantie. Ik kan er nooit meer heen. Nee. Zo simpel is het. Nou, is dat erg? Nee, daar ben ik niet wakker van. Maar het is wel eng, want naar Egypte konden we ook al niet vanwege ISIS. Ja. Dus het is wel echt iets heel ergs aan de hand in deze wereld, vind ik. Ja. Jan, laatste vraag. Elke dag heb je in je 99 woorden, wil je op de een of andere manier even de politiek een schop onder de kont geven door te verwijzen naar de hele zaak nu van Ebru Umar. Hoe lang ga je daar nog mee door? Ja, tot ze terug is in Nederland. Ja, dus dank je. Laten we hopen, heel kort dan, dat je nog... Ja, ik hoop dat het nog maar 1 keer gebeurt, namelijk aanstaande maandag, maar ik ben er niet van overtuigd. Ik denk dat dit nog wel weken, zo niet maanden kan gaan duren. Ja. Jan Dijkgraaf, metrocolumnist, dank je wel. Graag gedaan.